Fitnessscholen in de regio Heumen zijn niet blij met de gemeente. Zij vinden dat de sportaanbieder Laco een voortrekkersrol geniet doordat er volgens hen te weinig huur gevraagd wordt voor de nieuwe veldschuur. De sportaanbieder ontvangt meer een exploitatievergoeding dan het uitgeeft aan huurkosten. Verder liggen deze beiden relatief laag waardoor het volgens concurrenten lijkt alsof de Heumense burger er weinig aan kwijt is. Een van de concurrenten is naar de autoriteit Consument en Markt gestapt. Als deze aangeeft dat het gelijk staat aan staatssteun, zal de Europese Commissie het onderzoeken. Leo Jansen, raadslid voor DGH en coalitiepartner ten tijde van het maken van afspraken met LACO, gelooft niet dat het ongeoorloofde staatssteun was. Mocht dat wel zo zijn, dan wordt dat gerepareerd, volgens Jansen.